One, two, three, shot! My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. It's always better when there's feelings involved. If what they say is nothing lasts forever, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes love the exception? So why yo, I'll be so in denial when we know we're not happy here. Here we go now, shake it, shake, shake it, shake it, shake, shake it, 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 shake it like a boy. Van mijn all-time favoriete nummers zijn. Dus ik ben heel erg blij dat jullie dit gebracht hebben in The Voice. Dank je wel. Dank je wel. Bent, wat vond jij van deze battle? Ah, dat is ook een van mijn favoriete nummers, Anne. Oh, toevallig. Ja, of ja? Niet. ik vond het een goede battle. Simon, jij was vooral heel actief bezig met op het podium te staan. Je was ook aan het zingen, maar de echte zanger, niet onterecht zo genoemd op zijn werk, vond ik, ja. Mooie woorden al, Bart. Gelukkig hoeven wij niet echt te kiezen. En mogen wij zeggen, dit was zo entertainend. Je wordt daar zo gelukkig van. De choreografie die erin komt, ik herkende daar de meesterhand van Koen Wouters in. Want hij is heel goed in hele simpele choreografieën. Die kan zelf ook niet goed dansen. Die kan zelf niet goed dansen. Maar die choreografieën zijn zo doeltreffend. Ik weet er gewoon supergoed gezien van. Je stond er, Tim. Bij Simon ging het net iets vanzelfsprekender. En misschien durf ik daarom, in tegenstelling tot Bent, Simon zeggen. Maar het zal een close call zijn, mannen. Ja. Dank je wel. Ja. Goed, vertel eens, hoe was het om met deze twee mannen samen te werken? Ja, super. Ik moet jullie allebei feliciteren en vooral bedanken. De inzet, de gedrevenheid is bij allebei supergroot. En dat maakt het voor ons, Vincent, nu niet echt gemakkelijker. Hè? Nee. Nee. Ja, bekende van bio. Zijn jullie eruit? Nee. Het gaat toch moeten gebeuren. Wat kiest je voor Simon? Ja. Dat is toch niet moeilijk? Allee, via hem staan. Pak de kleurrijkste. Ik wil nu graag één naam horen van jullie. En dat is de naam van de winnaar van deze battle. Ja, je hebt echt zo van die battles waar je er niet uit zit. Hè. Dat is echt zo. Hè. Nogmaals benadrukken dat dit meer het terrein is van Simon en dat Tim eigenlijk veel beter tot zijn recht zou komen in een ander genre. Maar het zijn battles, dus we hebben u natuurlijk wel verplicht. Maar ik hou daar wel rekening mee, Tim. Het is maar dat je het weet. En Simon, het is maar dat jij het weet. Ik kies er graag voor om verder te gaan met de gast waarvan we denken dat we het in deze wedstrijd dan, naast alle andere kandidaten, het strafste
parcours kunnen gaan afleggen. En we denken dat dat Simon zal zijn. Proficiat, Simon. Blijf ademen, Simon. Je wint deze battle. Je gaat naar de live shows voor Team Koen. Ik had het niet verwacht. Normaal. Proficiat. Goed gedaan, man. En we gaan het nog kort om, hè. We gaan ons allemaal goed laten rijden. Dank je. Ja, Tim, jij staat er wel heel sportief mee te applaudisseren voor Simon. Je feliciteerde hem ook heel oprecht. Maar wat dat jij nu diep in je hart echt wilt, is gewoon ook mee naar die liveshows gaan. Hè? Kijk eens diep in de ogen van die andere coaches. Misschien werkt het wel. Want als zij iets in jou zien waarmee ze denken, daar kunnen wij iets mee. Die gast kan ons nog iets extra bijbrengen in ons team voor die liveshows. Dan kunnen zij jou stelen. En dat kan vanaf nu. Tim, kom aan, mannetjes. Hallo, jongen. Ik heb me enorm geamuseerd. Ik denk vooral Vincent en Koen voor alles wat ze mij hebben bijgeleerd. Het was een ongelooflijk avontuur. Dus iedereen bedankt, echt waar. Dan hoop ik dat jij met opgeheven hoofd jouw applaus in ontvangst neemt. Tim! Ik heb het ook echt super gedaan. Echt waar. Maar vier zijn voor mij. Tim laten gaan is een van de moeilijker beslissingen die Vincent en ik hebben moeten nemen. Het is zo'n aimabele gast. Maar ja, op zo'n moment is het gewoon... Ja, even... Dat is even keihard.